What's up guys, it's James en Jeffree Star. Ja, dit is toch zo leuk als dit je leuk is. Ja, gyoza. Oh, heerlijk. Maar yes. deze box. Maar dit is zo leuk. Oh. Dit is toch niet normaal? Cheers op dit. Cheers. Oh my god. Hallo allemaal, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Yes. Ik ben weer met mijn schat Levi. Ja, vriend. En we hebben echt, sorry. Niet normaal. Maar het is wel bizar. Omdat we zoveel positieve reacties krijgen. Ja. Mr. Sushi, bedankt voor deze sushi allemaal. Ik denk dat we dit nooit van ons leven op gaan krijgen. But I don't mind. Ik ga de aankomende dagen gewoon sushi eten. Ik ook. Ja. Ja. Ik weet niet eens wat we allemaal hebben. Nee. We hebben kip. We hebben marineerde gyoza. We hebben een... Ik weet echt niet wat het allemaal is. Beef truffelrol, denk ik. Denk ik ook. Dit is iets met zalm. Geflambeerde zalm. Avocado, spicy tuna, garnaal, avocado, kip, is echt zo geflambeerde zalm. Dan hebben we hier gefrituurde sushi en we hebben gewoon een gyoza. Waar hebben we die chili saus neergezet? Hier en daar. Oh jongens, als jullie weten hoe lekker wij dit vinden. Okay, ja, maar dit is toch gewoon een droom? Dit is echt, dat dit ons werk mogen doen. Dit is toch gewoon letterlijk waar je, als je over sushi droomt, dan droom je over dit. Dan droom je letterlijk over dit. Ja, okay, maar sowieso vond ik, vorig jaar ook sushi van Mr. Sushi gekregen. Het is echt lekker. Het is echt jongens. En dat zeggen we niet omdat het gesponsord nee, is, maar oprecht. Ik bestel daar letterlijk ook altijd eigenlijk gewoon. Ik ga dit ook heel leggen. Ja, ik ook. Zit ook echt dicht bij mijn huis, dus. Je zit overal in Amsterdam toch ook gewoon? Je hebt het in West, volgens mij heb je het ook in Zuid. Maar volgens mij heb je het ook wel in andere steden hoor. Ja, je hebt het in Amersfoort volgens ja, mij. Ja, best wel veel niet dat ik daar ooit kom, maar je hebt het daar wel. Oké, ik ga er één nemen. Ja, doe jij dat schat. Eet jij gyoza met chili saus of met... ik eet altijd met sojasaus. Ja, ik ook. Hoor, ik weet niet eens of dat hoort. Nou, weet ik ook niet. Volgens mij kan allebei wel. Oké, let's go. Ja, sorry, maar... Maar... Dit is niet normaal. Dit is echt, jongens... Heel eerlijk, het is toch gewoon niet normaal. Wow, welke had jij? Ik had die. Oh, de gyoza. Ik wil gemarineerde gyoza. Ja, doe jij dat. Ik wil eerst even lekker... Oh my god, dit is echt de heaven on earth. Ah. For real. Maar jongens, normaal zouden wij mensen zijn die vragen zouden stellen. Ja. Maar dat zijn we dus vergeten. Ja. Dus nu denk ik echt zo van, wij normaal als wij eten zitten wij letterlijk zo gewoon. Ja, dan ga ik gewoon aan je vragen, hoe is het met je? Nou, met mij gaat het echt. Want je doet nu FAVO. Ik doe FAVO inderdaad, zijn we daar ook weer vanaf. Ja. Want echt, ik krijg zoveel de vraag wat ik nou precies doe met school. Heel veel mensen zag ik ook dat ik gestopt was, maar... Het doet een beetje part-time zo toch? Ik heb letterlijk 6 uur in de week school. Nou, dat is wel beter hoor. Het is veel beter. Ik heb zo'n veel chiller. Het is gewoon mijn leven is zoveel chiller. Dus echt, ik kan gewoon lekker veel met TikTok doen. Ja, dat is echt fijn. Dat is echt, want natuurlijk de vorige keer dat we aan mukbangen waren, toen ging ik volgens mij bij mijn examen. Ja, ja toen was het april denk ik. De maand voordat ik zakte. Ja. De amount of shade die ik daarop heb gekregen. Ja? Ja, van je had niet naar Ibiza moeten gaan. Ja, oké, okay, ik geef toe. De timing. Maar kijk, ik dacht ik ga toch wel zakken. En het was zo'n leuke trip. Dus ik dacht ja. Maar wat moet die ene week dan? Ja. Weet je wel? 4 dagen. Ja, 4 dagen. Ja. Nou, nee. Mooi. Je gaat pas spijt krijgen als je ook bent gezakt. En ja, daarom. Dus ik dacht, ja, nu heb ik gewoon een leuke trip erbij, boeien. Joh, alles gebeurt met een reden. En aan de andere kant, anders was ik 17 als ik ging studeren. Ja. Ja schat, nee. Dat hoeft toch niet? Ik ben het jong zat, man. Nou, schat, dat bedoel ik. Ja. Je moet ook gewoon, ik zei het wel ook tegen een vriendin van mij, je moet ook real blijven. En je moet ook, hè, denken van wat is wijsheid? En dat voelde niet als wijsheid voor deze meid. Maar even, ik vind die band met jou en je moeder toch geweldig. Dat is toch she literally, liefde. Guys, for real, ze is echt een van mijn beste vriendinnen. Ja, maar ze dat is toch fucking deus? Ze is echt, mijn moeder en ik zijn zo goed. Maar ik kom natuurlijk ook, ja, ik weet niet, gewoon... Is het beter geworden? Ja, ik was een tijdje een beetje een pubertje. Mm-hmm. Ik eet zo onsmakelijk. Ja, boeien. De mensen zijn hier voor de food. Nee, ik was eerst een beetje met puber era. Mm-hmm. Ik was geen kut puber, maar... Nee. Maar gewoon, ik wil niks iedereen die dit kijkt gaat... Nee, dat niet. Ja, met jou gewoon... Gewoon meer met mijn vrienden. Girl, ik weet wat ik aan het doen ben. Ik ben jong. Ik kan die dingen zelf. Nou jongens, neem maar van mij aan. Ja, ik ben al 16. Ik weet echt wel wat... Man, ja. Please. Ik weet echt hoe die dingen gaan. Nou, ga je vertellen. Alles wat je moeder tegen je vertelt. Is waar. Het is gewoon letterlijk zo. Maar ja, she's been there, done that. Zij denkt, girl, luister naar mij. Soms moet ik even. Heb je deze nu? Goeie? Ja, spannend.
Ja, ik zweer, ik heb nog niks gehad dat ik denk van wow. Mwah. Dit is bizar. Sorry. Dit is ik kan er gewoon niet over uit, maar wij wisten dit niet, hè? Zeg maar, wij wisten dit niet. Sar regelt altijd de sushi. Ja. En ik, de vorige keer was het ook zo lekker, zoveel ook. Maar dit? Ja. Trouwens, op die vorige mukbang, ja. Zoveel mensen die ik ook gewoon, kreeg ik in mijn DM dat ze het echt leuk vonden. Dat ik het ja? zo leuk, terwijl, ja, wij zijn gewoon een beetje tevreden. Ja. Maar ik vind het echt leuk dat het zo goed werd ontvangen. Ja, dat is toch fucking leuk. Ja, maar het was ook echt oprecht zo leuk om te doen. Want dat was dus ook, dat hadden we net op de live natuurlijk al even gezegd, maar de eerste keer dat we elkaar echt zagen eigenlijk. Was toen. Dat was toen. Ja. Letterlijk. En jij kende mij al van mijn mukbangs, ik kende jou van TikTok. Toen ging ik jou volgen volgens mij. Mm-hmm. Toen ging jij mij DM'en en toen dacht ik, oh my god, hij kent mij. En jij dacht, oh my god, waarom kent hij? Dat dacht ik echt. Ja. Want, ja, en toen zijn we een beetje zo, en toen zijn we die eerste mukbang gaan doen. Ja. En dat was ook echt mijn eerste ding op YouTube. Ja, dat zei je van, dit wordt mijn eerste video en zo. En ja, fucking leuk toch? Het is wel zo anders dan TikTok eigenlijk. YouTube. Ja. Ja, het is een heel ander wereldje hoor. Cool. Heel ander wereldje, ja. Maar wat vind jij nu leuker om zeg maar te doen? Wat is jouw favoriete platform? Ik denk ook wel TikTok. Ja, toch wel? Dat is het toegankelijkste, hè? Mm-hmm. Ja, dat snap ik wel. Het is gewoon snelle, easy content. Daarom. En je kan zo snel, zeg maar, niet dat ik het daarvoor doe, maar je zeg maar, TikTok kan snel groot worden. Ja, dat zie je letterlijk bij jou. Weet je, je bent zo opgeblazen, maar ja, logisch, want je maakt ook fucking leuke content. Het is gewoon ziek. Maar ik vind YouTube wel gewoon, blijft gewoon met je OG, maar gewoon dat met is jouw, ja, cutie. Precies. En gewoon, daar heb ik echt een community. En daar, maar daar heb je dan ook echt talent. Jij hebt echt talent voor YouTube ook. Ook voor TikTok, maar gewoon, ik zou bijvoorbeeld YouTube echt niet kunnen. Dat lijkt me zo moeilijk. Ja, het is gewoon, daar heb je gewoon echt zo'n vaste groep dat echt naar je kijkt. En je fucking goed kent. En gewoon echt een soort vriendinnen community. Mm-hmm. En op TikTok is het meer een beetje, ja, ik vind het wel anders. Op YouTube voelt het wel meer alsof je echt een soort liefde van fans, noem je dat, volgers, zeg maar, krijgt. Maar het is toch zo? Mm-hmm. En hoe leuk is het ook gewoon dat je bijvoorbeeld nog mensen hebt die bijvoorbeeld echt jouw eerste, bijvoorbeeld jouw eerste mukbangs nog kunnen herinneren. Ik vond dat vroeger altijd. Mm-hmm. Als je dan lekker op de bank zat, lekker alleen thuis eten en een mukbankje kijken, ja, heerlijk. Ik kon er echt van genieten. Maar mukbangs vind ik echt zo leuk om te filmen. Ja, maar ik kan het elke week doen, elke dag. Letterlijk. Ja. Het is ook gewoon, maar het is ook zo lekker comforting om gewoon naar te kijken. Ja, daarom. Maar TikTok vind ik ook echt heel leuk, want je kan er echt alle kanten mee op gaan eigenlijk. En YouTube is toch wel, ik heb wel het gevoel dat YouTube meer aan het doodgaan is door TikTok. Ja, het is ook gewoon net als Insta een beetje. Mhm. Insta voor mijn gevoel. We zijn helemaal klaar. Sorry hoor, maar ik vind Insta niet eens leuk. Maar ik vind ik heb Insta nooit leuk gevonden. Ik heb ook echt Insta. Van, het is een soort van verlengde van mijn TikTok om een beetje meer mijn persoonlijke ik te laten zien. Maar, ja, stories. Alleen Instagram stories vind ik leuk. Verder vind ik niks leuk. En weet je wat nog iets, ik weet niet of je dat ook hebt, maar op Insta foto's, ik ben zo kritisch. Ja, ja. Dat is niet normaal. Terwijl ze krijgen letterlijk een miljardste likes van mijn TikToks. Ja, maar dit, gewoon letterlijk, je kan bij mij op YouTube vinden. Waar ik echt gewoon no make-up, fucking lelijk, gewoon... Insta? Maar Insta, alles helemaal wel. Maar dat is dus wat ik niet leuk vind aan Insta het eigenlijk. Het is zo nep. Het is zo fucking nep. Mm-hmm. Iedereen gooit een filter op zijn kop en gaat bewerken en helemaal poseren. Mm-hmm. En dat heb je op TikTok niet en op YouTube ook niet. En dat vind ik gewoon leuk. Hoe vaak, zeg maar, hoor je ook wel niet bijvoorbeeld helemaal jonge meiden die zich zo laten beïnvloeden door Insta. Echt, ik wil echt zeggen... Ik ben geen meid, maar ik kan wel gewoon zeggen van, het is echt allemaal, en het hele, als je ook ziet hoe het er achter de schermen uitziet, dan denk ik al helemaal. Ja, girl. Sommige, echt die mooiste foto's, die zijn dus en bewerkt, en zet een filter overheen. Ja. En dan duurt misschien soms al 40 minuten voordat ze hem hebben. Letterlijk. Ja, ja, het is ik vind echt. Het wel echt, dat vind ik ook wel een beetje, Instagram is zo slecht voor jezelf. Dus ja, het gaat spontaan van ik ga gewoon helemaal... Bad van, nee, maar dat is echt zo. Het is gewoon... Het is gewoon, ja, iedereen laat gewoon zijn beste versie zien. Of zijn beste kant. Dat hoeft letterlijk niet. Nee. Maar dat is denk ik wel het goede aan TikTok ook. Is dat door TikTok dat helemaal niet is. Nee, daar kan je zo real zijn. Daar maken mensen ook echt gewoon storytime van... Ik zie een lekker mijn vel en dit helpt mij. En misschien jou ook. En vroeger was... De Insta-era echt veel meer met, oh my god, kijk mij, I'm so perfect, look at my life. Chanel tas, bla bla bla. Ja, precies. Ja. Dat is ook zo, het is gewoon, ik vind wel ook. Ik vind dat, ik bijvoorbeeld, als je dan een beetje in dit wereldje zit, mm-hmm. kan je natuurlijk wel gewoon meer dingen doen. Maar mm-hmm. ik zie ook meiden op Insta dat ik echt denk, met echt burkens. Dat is echt, mm-hmm. echt 13 jaar. En dat ik echt denk, of 5, natuurlijk, het zou vaak wel van de oud zijn, maar je hebt ook echt meiden waarvan het wel echt gewoon van nu is. Dan denk ik van, jongens. Ja, maar die hebben gewoon een sugar daddy, hoor. Ja, maar ik weet ook niet hoe het kan. Ja, maar dan heb je gewoon een sugar daddy. Ik zie ook inderdaad meiden op Insta, denk ik. Jongens. Ik weet,
ik zit letterlijk, ik werk bij een influencer agency, dus ik weet letterlijk van heel veel influencers wat ze verdienen. En denk ik, ik weet dat jij dit niet verdient. Ja. Dus ik weet niet hoe je eraan komt of hoezo jij daar bent, maar het is niet van je eigen geld. En dan de vakantie. Ja, al die vakanties ook, ja. Dat bij mij is het heel vaak gewoon, of een vriendin van mij heeft een huis in het buitenland of zo, dat ik daarheen ga. Of, maar ik zou ook al mijn geld daar niet eens aan willen opmaken. Maar ik ook niet. Dat is toch fucking zonde, hè? Nee, maar dan bedoelen wij wel de mensen die bijvoorbeeld echt 20, 30k aan vakantie uitgeven. Mm-hmm. Dat is ziek. Dat vind ik echt oprecht zo ziek. Gewoon een Dubai en gewoon... Dubai is zo fucking duur. Dubai is duur, hè? Mm-hmm. Dat is echt geen grap. Letterlijk voor een hotel kan je daar soms wel 20k voor een week betalen. Ja, het is, en dan zit je niet eens in een boothotel of zo, hè? Dubai is zo fucking duur. Maar ik zou daar dus dan al die reden eigenlijk niet heen willen. Nee, dat trekt mij ook niet zo heel, moet ik zeggen, hoor. Ik ga naar Bali bijna, hè? Fucking leuk. Ja, als fucking cheap. Let's go. Maar vlieg jij niet via Dubai, dan via Singapore? Singapore, ja. Van KLM. Ja. Ja, chill. Ja, kan me erin. Zo lekker, met ziel ga je toe. Mm-hmm. Wat zijn je Bali plans? Of heb je nog niet zo gepland? Nee. Maar we willen ook gewoon een beetje go with flow. Dus stel, we komen mensen tegen en we willen niet alles uitgestippeld al hebben. We willen gewoon de eerste paar nachten, want je kan daar letterlijk elke dag gewoon alles fucking cheap boeken. Ja, dat is echt voor 40 euro. Ja, maar we willen gewoon... Zou ook komen mensen tegen op een feestje en die zeggen van, oh, je moet echt daarheen, daar gaan we ook heen, het fucking gezellig. Weet je wel, we willen gewoon met die mensen mee willen. Niet van, oh nee, maar wij hebben nu al dit op de planning staan, weet je wel, dat is gewoon kut. Zeg maar in Europa moet je echt weken van tevoren dingen boeken. Toen we naar Italië gingen, dan moet je echt alles helemaal geboekt hebben en al. Maar in Bali hoeft dat letterlijk niet. Plus, wat daar zo lekker is, je kan daar letterlijk volgens mij, ik ben er nog nooit geweest, maar volgens mij kan je daar echt... bij restaurantjes gewoon naar binnen lopen. Dat vind ik dus al bijvoorbeeld... Ja, dat is toch geweldig. Je hoeft niet te reserveren. Oh ja. En dan kan je voor 10 euro eten. Nee, 5 euro. Moet je wel even uitleggen over die Bali. Even doodziek hoor. Nou, je kent mij nu. Echt iets voor mij dat ik het krijg. Ja, maar je moet gewoon volgens mij niet die dingen op de straat gewoon eten. Je moet gewoon... Mm-hmm. Volgens mij krijg je het dan niet hoor. Nee, je moet gewoon bij goede restaurants. Kunnen we wel naar die live en stellen mensen daar vragen? Oh my god, ja. Dat is fucking slim, zit me opeens te bedenken. Nou, ik vind het ook. En dan kunnen die ook trouwens helemaal niet zien, want het zijn natuurlijk vragen. Ze zeggen en zo. Oh, eeuw, zie ik eruit! Eeuw, ik ben zo lelijk! Waarom loopt dit zo achter? Wat? Niet. We hebben bijna 1000 kijkers. Wat de hel? Ik was stuk. Oh my god, ik schrik me dood! Kijk dit! Hallo! Kijk hoe veel! Jij mag mee eten hoor. Ja. Oh my god, ik ben op de live. Help, nee, help. Oké, jongens, het ruikt hier naar kerstdiner. Ik ga zelf een knuffel geven, hoor, wacht. Oké, ja, gaan we nu knuffel. Hoi iedereen. Hoe is het? Hoi alle live-kijkers. Besef hoe random voor mensen zijn aan het live kijken. Opeens komt er even een achtergrond een persoon. Oké, als ik dit had geweten, dan had ik niet gegeten. Ja. Heb je al gegeten? Ja. Maar we gaan je zo mee? Ja. Mag ik één zo'n draai? Ja, schat, neem alles. Fucking hell, dit is echt mijn droom op een bordje gewoon. Wist je dat dit de vorige keer gebeurde dit ook? Ik zie ook weer. Levi! Yes! Ja, is echt lekker. Jullie hebben echt living the life. We zaten ook... We hebben 1.1... Kijk eens zo mooi! Holy de... Wat vond je van geschiedenis vandaag? Zit je bij hem in de klas? Nee, ik kwam niet. Oh. Ik heb geskipt. Ik kan me verslapen. Nuance, enjoy. Oké, okay, steeds misschien zo. Oké, okay, ik ben even helemaal excited. Heb je nu een kortingscode voor de sushi? Nee. Lik me rijd 12. Kan ik echt iets zeggen? Oh nee, word ik weer geband? Violation voor... Ja. Ik weet niet wat ik wil. Als jij kijkt, gay. Oh yes, God. I am, very much. Voor als je het nog niet door. Ja. Nee, jongens, is my boyfriend. Maar fuck. Weet je, vroeger, als toen TikTok net begon, iemand zei dat, kon ik daar zo mee zitten als ik zo'n comment kreeg. Terwijl nu, ja, ik krijg het ook niet zo vaak, gelukkig. Oh. Nee, maar het is toch zomaar obvious. Ja, letterlijk. Maar... Nou, ik weet niet waar ik dit moet neerleggen. Ik ben even helemaal bed. Het boeit me ook zo oprecht zo weinig. Oh? Demmer, yes. We love Levi's, ik denk dat het zo leuk. Ga je dan wat doen? Ja, we gaan vanavond even een drankje nog doen. Ja. Doe het gordijn voor Levi. Oh ja, dat zal wel. Allemaal liken. Maar... Oh my god, er worden zoveel vragen gesteld. Ja, ik kan dat ook niet bijhouden. Ja, laten we gewoon even niet die vragen... Of jullie echt een leuke vraag hebben, dan ga ik hem beantwoorden, maar... Ja, kijk dat. Zeg maar eens van... Eeuw, maar kijk hoe ik eruit zie. Ik vind mezelf zo lelijk. Hoe duurt het? Ja, ik weet niet. We hebben deze sushi gekregen van Mr. Sushi. Ja. Oh, maar ik vind het zo lekker allemaal. Ik ook. Heel spannend. Het is echt fucking lekker. Mm-hmm. Hoe gaat het op school? Nou, school hebben we wel genoeg beantwoord. Nou, begint hij. Doei, hoe is het met jou in het liefdesleven? Is dat tot... Ik heb letterlijk geen liefdesleven hoor. Nee? Nee.
willen in het buitenland wonen. Ja, zou je dat willen? Ik ook niet. Zeg maar, oké, tuurlijk. Dus bijvoorbeeld, ik was bijvoorbeeld daar laatst. Dan ben je bijvoorbeeld even in Spanje een weekend. Ja. En tuurlijk, iedereen zegt altijd, oh, zo lekker lijkt me om daar te wonen. Nee, ik hou echt van Nederland. Ja, ik ook. Ik hou van reizen, maar ik kan ook echt naar uitkijken om naar Nederland te gaan. Weet je wat voor mij ideaal zou zijn? Gewoon lekker appartementje in Amsterdam en gewoon op vakantie gaan met je wil. Ja, maar kom je hier nog? Is je plan om hierheen te komen? Nou, ja. Ja? Volgend jaar augustus, als ik slaag. Nee, zeg ik. Nee, ja, aankomende augustus. Mm-hmm. Als ik slaag, dan woon ik in Amsterdam. Sorry, nou, dat is een vibe. Heb je al een huis? Ja, hotelschool. Dat moet ik intern. En het tweede jaar moet ik nog even kijken wat ik ga doen. Maar ik ga waarschijnlijk... Oh my god, dat is zo leuk. Dus daar kijk ik echt naar uit. Ja, ik ben gewoon echt zo klaar met gewoon Wageningen. Ja. Ik kan daar gewoon niet meer. Weet je, ik... Sorry, maar ik ben letterlijk gemaakt voor Amsterdam. Ja, letterlijk. Echt letterlijk. Ik ben gewoon... Ik zie je ook echt nergens anders aan. Nee, ik ook niet. Even een diozetje nog. Dat zeggen alle mensen. Mag dat zien? Ik ga een stuk hoeveel kijkers we hebben. What the fuck? Ik zo. Echt niet vooral. Ik stik gewoon een sushi ervan. Waarom wil iedereen tenen? Oh, jouw tenen. Nee. Jouw tenen is gelukt. Nee. Ah. Oh, mijn flipper. We hebben nu 1.3 kijkers. Nou, ik ga mijn tenen niet meer laten zien door jullie. Krijgen we dit op? Nee. Laten we gewoon zelf vragen bedenken, want... Ja, het gaat te snel. Het gaat echt te snel. Wat is jouw favoriete sushi? Ja, ik vind dat heel lastig. Vroeger was het altijd garnaal. Maar welke is überhaupt met garnaal? Alleen deze. Deze is gewoon crunchy. Nee, dit is kip. Ja, dit is garnaal. Ik vind de laatste tijd verse tonijn wel lekker. Ja? Dus, ja, eigenlijk, ik heb niet echt een favoriete sushi. Maar ik ben wel de laatste tijd heel erg van een tonijn tartaar. Dat vind ik zo lekker. Ja, dat is ook geweldig. Dat dus is deze echt... dan. Ja. Heb ik echt geen manier. Oh. Ja, Gekker. Ik... Je vindt avocado wel lekker. Ja. Ik hou echt van avocado. Ja. Dat vind ik ook wel heel lekker hoor. Alleen ik eet inderdaad, ik eet eigenlijk bijna elke dag avocado. Ja, dus avocado gewoon, toast of zo. Ja, ook. En gewoon, ik weet niet. Heel, ja, dat eigenlijk wel heel veel. Ik eet het ook echt al sinds ik echt 3 ben. Maar ja? Ik lepelde het vroeger gewoon uit met peper en zout. Ja, psycho. En nou, maar. Mmm, zo lekker. Zo lekker. Ik vind dit niet normaal. Zo aan het genieten. We eten wel minder gehaast dan de vorige keer volgens mij. Ja, de vorige keer hadden we volgens... Ja, ik weet niet wat het toen was. Hadden we gewoon zoveel honger. We hadden echt honger. Wat is... Oh, jongens, volg Liva allemaal op TikTok. Oh ja, op Insta. Ja, en op Insta. We weten op Insta. Liva van de Brug ook. Gewoon VD-brug. Liva VD-brug. Dit moet je echt vragen. Wat is zijn TikTok? Liva VDB 1. Eerst dacht ik dat VDB stond voor... Van de buurt. Van de buurt. Ja. Je zit over 2 minuten straks voor je deur. Ja, oké, maar ik doe niet open. Dus ja, kom maar. Dat kan trouwens helemaal niet. Nee. Ik moet eigenlijk echt leren aan het zo leuk om dit te zien. Ga maar wel aan school, want het is belangrijk. Het is heel belangrijk. Ik ga... Heel veel mensen denken ook dat ik het gewoon niet af wil maken door... Omdat ik zo van, oh, ik heb niet TikTok, dus dan... Ja? Nou ja, sorry. Nee, maar middelbare wel. Helemaal. En ik wil ook gewoon studeren. Ja. Wordt wel anders waarschijnlijk, maar... Hoe saai is je leven? Ja, dat vind ik. Ja, als je gewoon niet naar school gaat. Ja, of als je niet... Zeg maar, daarom werk ik ook bijna. Ik heb echt fucking leuke baan. Ja, ik zou echt niet elke dag thuis willen zijn en alleen maar social media doen. Ik zou dat veel te saai vinden. Ja, jongens. Het leven van influencers is eigenlijk gewoon fucking saai. Het is heel eenzaam. Anders zit je alleen maar thuis alleen, letterlijk. Ik bedoel, ja, we gaan heel veel uit eten. Ja. Dat is eigenlijk... Influencers, als je echt mensen hebt die alleen maar influencen... Ja. Die doen niks anders dan shoppen, uit eten gaan, events. Sporten. Events. En dan zijn ze maar een uurtje, want dan zijn ze weer weg. Ja. En thuis zijn. Ja. Met heel kat. Saai. Ja, ik vind dat echt dat veel echt, te saai. Ik moet echt lekker naar school. Hoor. En of een, ja, naar school of werken. Ja, je moet echt wel iets erbij doen. Mm-hmm. En ik heb altijd gewoon school gehad. Dus, maar ik heb ook nog heel lang gewoon in de horeca erbij gewerkt. Mm. Ik snap ook echt niet hoe mensen dat alleen kunnen hoor. Echt alleen TikTok. Wat is iets waar je trots op bent? Wat je hebt bereikt? Ik vind het gewoon heel leuk dat ik gewoon mensen kan laten lachen met mijn video's. En gewoon echt uit, dat ik, wat ik wel heel leuk vind is dat ik bijvoorbeeld gewoon... ja, ik vind het wel leuk dat ik zo snel ben gegroeid. Maar daarnaast ook wel gewoon dat er zo zeg maar mensen uit bijvoorbeeld van 40, maar ook van 15 of 16 om mijn video's Ja, maar je hebt gewoon zo relatable en gewoon grappige content. Het is gewoon voor elke leeftijd, zeg maar. En jij? Waar ben jij mee? Ja, misschien ook wel gewoon dat ik gewoon mijn doelen achter, zeg maar, gewoon dromen, iets, mijn dromen inderdaad achterna ga. Ja. Dus ik wilde in Amsterdam wonen, ik wilde een leuke vette baan hebben. Nou, dat heb ik nu aan twee kanten. Ik werk en op een leuk kantoor en ik ben een soort influencer dan. En ik mag daar vette dingen, vette campagnes doen. Gewoon eigenlijk het leven wat ik als 15, 16-jarige meid had voorgesteld, van dat dit wil ik. Gewoon.
dat heb ik gewoon gekregen. En daar heb ik natuurlijk fucking hard voor gewerkt en alles voor gedaan. Maar je did it. Ik moet niet vanzelf spreken. Nee, en daar ben ik wel gewoon trots op, ja. En hoe voelt dat nu dat je dan zeg maar daar bent? Hoe is dat? Wow. En dat is dus, als je er dan bent, dan vergeet je het. Snap je wat ik bedoel? Dat is normaal. Ja. Terwijl daardoor probeer ik heel vaak te beseffen van... Heb ik ook. Oké, wacht. Even een stapje terug. Hoe had ik dit 5 jaar geleden gewonnen? Ik was uit het dak gesprongen. Gewoon echt uit het dak gesprongen. Dat was gewoon mijn droom. Dat is echt mijn droom gewoon. Ja. En dan denk ik van, oh my god, ik ben zo blij, ik ben zo dankbaar. Maar soms raas je er doorheen en maar ga je het is je zo bewegen. Goed dat je dat de mensen nog beseft. Ja. Mm-hmm. Want zoveel mensen doen dat niet. Nee. Maar ik ben sowieso een heel dankbaar persoon. Ja, ik dat is wel echt waar. Ik sta echt bij dingen stil en ben blij en heel positief. En dat heb ik echt van mijn vader meegekregen trouwens. Maar ja, ik weet niet, daardoor komt het voor me ook weer terug. Omdat je gewoon dankbaar bent, krijg je het uiteindelijk ook weer terug waar je dankbaar voor bent. Dat denk ik echt. Is zo. En gewoon heel erg gewoon lekker. Je bent ook super erg gewoon lekker met bij je benen op de grond. Mm-hmm. En niet. Want je hebt ook gewoon, het is zo, je hebt mensen die heel erg uit de hoogte doen. Ja, nee, I don't like it. Ik hou gewoon van iedereen. En iedereen hetzelfde. Ook ben je schoonmaker, ben je dit, ben je dat. Ik kijk naar jou als persoon. Letterlijk. En vind ik jou leuk, dan vind ik je leuk. Zeg maar. Ja, dat is echt zo. Ja. Ik had bijvoorbeeld ook, dat is echt grappig. Ik had een Snapchat vlog. Zeg maar in mei, echt het jaar daarvoor. Had ik een Snapchat vlog gemaakt met. Dat ik ging altijd gewoon een beetje zo met mezelf vloggen. Ja. Mijn leven wat ik niet had. Ja. Toen zei ik, ah, dan morgen ga ik naar Ibiza en bla bla bla. En toen twee, zeg maar een jaar later en 2 dagen daarna of zo, was ik een beetje door mijn Snapchat aan het scrollen. Toen kwam ik die vlog tegen. Toen dacht ik, oh mijn god. Dit is gewoon niet mijn leven. Ja. Dat is zo raar. Dat is zo grappig. Dat blijft heel apart. Maar jij hebt het gewoon een soort gemanifest en gewoon in het universum gegooid van, I want this. Guys, nee, ja. Ik hoef het niet per se bekend te worden of zo, maar het is wel natuurlijk, als je 17 en toen was ik volgens mij zelfs nog 16. Ja. Als dat ineens op je pad komt, is zo raar. Ja, dat is bizar. En dat is ook bij jou ook. Je was ook super jong. Maar bij mij is het best wel geleidelijk gegaan. Dus ik besef het eigenlijk soort soms nog steeds niet of zo. Omdat het gewoon, voor mijn gevoel, kent niemand mij. Ben ik echt gewoon een soort loser die zichzelf aan het Nee joh. Maar daarom vind ik het leuk om soms wel mensen in het echt te ontmoeten. Want ik volg je echt al 3 jaar. Dat en, is zo leuk. Ik vind het zo leuk om te zien hoe je nu bent verhuisd naar Amsterdam en zo. En ja, maar dat is fucking leuk. Dan is echt dat mensen je echt wel... Dat is ook echt iets waar je trots op bent. Maar dat vind ik dus ook leuk met live gaan. Dan krijg je zo vaak comments van... Ja. Oh, ik vind het zo leuk. En dan kijk je vlogs. Dat is ook super leuk. En gewoon mensen hebben jou echt meegemaakt van het begin. Ja. Dat is heel leuk. Ik was ook afgelopen maandag ging 3 jaar met mijn vriend. Mm-hmm. En toen kreeg ik zoveel comments van... Oh my god, ga je al 3 jaar met je vriend? Dan volg ik jou dus gewoon al 3 jaar. Want ik weet nog dat je net een relatie had. Of dat je nog single was. Dat weet ik ook nog. Ja? Toen was ik echt in mijn party era. Ja. Ik denk toen, als mijn persoon toen en jij nu elkaar ontmoet, dan waren wij elke dag aan het uitgaan. Ja. Dat is heel fout gegaan. Het is echt zo. Dat is wel het enige wat ik nu wel minder leuk vind uitgaan. Ja? Ik vind nog steeds wel leuk, maar het is toch, elke keer ben je een beetje van, je moet toch oppassen of zo. Dat je niks verkeerd zegt. Ja, ook zo bedoel je, ja inderdaad. Ja. Ja, je hebt toch altijd wel een. Ja, je bent niet een soort nobody. Dus je doet echt iets raar. Ik wil gewoon gecanceld worden. Dat is echt zo. Nee, waarom ik gewoon. Oh. Ja, dat is echt zo. Zo, ik zit vol. Ik ook. Ik vind het echt zo zonde, maar het is letterlijk. Ja, jullie denken zo van. Ik heb dus wel altijd. Wij eten wel altijd wat mensen willen zien dat we eten. Ja. Want ik zie heel vaak, dan zit het helemaal vol. En dan zeggen mensen, let's eat. En dan pak je een lijntje uit van. Ja. Maar daarom krijg je dat. Oh. Dat soort comments krijg je dus vaak terug op mijn mukbang. Want ik vind het leuk dat jij gewoon lekker vreet. Gewoon echt vreet. Niet zo nep. Heel veel mensen doen 3 sushi-stukjes en. Nou, dat was de mukbang. Ik probeer me daarvoor te douchen met mijn nieuwe CRB-partner. Nee, dat is CRB hoor, maar leuk. Nee, maar ik hou gewoon van eten. Ik ook. Oh my god. Ik zal dat iets waar ik van hou. Zo, ik heb een hele vetrol gekregen meteen. Ik ook, helemaal. Dat het zo vol en het gewoon... We zitten al een uur niet te eten, maar wel te kletsen. Ja. Maar we love it. Hopelijk vond je het leuk om te kijken. Ja. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op Levi op Insta. Komt dat hier wel naar boven in als je dat zo doet? Ja, hier gaat het. Hier. Volg ons. Volg ons. En thanks for watching, Queens. Doei! Oké, bye, Queens. Yes, I'll be on my way now.